De meeste mensen denken bij een Eskimo dat die in een iglo wonen. En dat is op zich niet zo heel vreemd, want toen Eskimo's vroeger op jacht gingen en ze waren niet op tijd thuis, dan gingen ze slapen in een iglo. Maar ze wonen en woonden eigenlijk gewoon in een huis. En tegenwoordig hebben ze zelfs sneeuwscooters, waardoor ze bijna nooit meer hoeven te overnachten in een iglo.